Volgens mij is dit hem. Wel, alle hier in de balie, welkom iedereen thuis die via de livestream aan het kijken is. Mijn naam is Jurgen Tjonnefong, artistiek leider van Urban Myth en curator. Ik werk onder andere samen met het Amsterdam Museum en met het Rijksmuseum en ben ontzettend verheugd dat ik dit gesprek mag leiden. Want we hebben het over Arthur Jaffa. Voor het eerst zijn twee van zijn werken te zien hier in de balie. Zaterdag voor het eerst te zien en nog tot donderdag 25 juni te bekijken hier in twee verschillende ruimtes. Wij hebben net met elkaar de werken gezien en gaan daar met elkaar ook op reflecteren. Maar niet zonder dat ik de introductie geef dat al meer dan 30 jaar Arthur Jaffa met zijn videokunstwerken representatie in de Verenigde Staten van de zwarte identiteit ter sprake brengt, ter discussie stelt. Wat betekent zijn werk in de afgelopen 30 jaar, maar vooral nu er wereldwijd zoveel protesten zijn geweest in het kader van Black Lives Matter, heeft het werk aan actualiteit grotere waarde gekregen of was die actualiteit er altijd al en kunnen we het nu pas zien? Daarover ga ik in gesprek met drie geweldige kunstenaars die hier bij mij aan tafel zijn aangeschoven. Welkom aan beeldend kunstenaar Iris Kensmeel, fijn dat je er bent. Beeldend kunstenaar en curator Raoul Balay. We kennen je ook onder de naam El Bastardo. Heel goed, ook welkom aan jou. En kunstenaar, curator en onderzoeker Charles Landvreugd is hier ook. Fijn dat jullie hier zijn. Zoals gezegd, we hebben net de werken gezien. Iris, om even met jou te beginnen. Indringend, ik had de werken van tevoren ook al gezien. Veilig in mijn huis op een computerscherm. En dat is toch een redelijk andere ervaring dan wanneer je hem hier meer dan levensgroot ervaart. Laten we het eerst hebben over het eerste werk. Love is the message is death. Dat gaat erg over de zwarte identiteit door de afgelopen decennia heen. Hoe heb jij dat werk gezien en wat heb jij ervaren? Ten eerste dankjewel dat jullie me hier hebben uitgenodigd in Bali. Hoe ik het ervaren heb? Ja, ik heb het zelf ook eerst thuis gezien, hè, in het klein. Maar ik moet zeggen dat het groter natuurlijk veel meer impact heeft. Wat ik bijzonder vind aan Arthur Jaffa zijn werk is dat je de pijn kan voelen. De pijn van de Afro-Amerikaanse mensen, van de African Americans moet ik zeggen. En heel mooi hoe hij eigenlijk de verschillende beelden die hij gebruikt, hoe hij dat samen kan vatten tot één sterk verhaal. Wat is dat verhaal? Wat wordt er verteld? Het zijn verschillende verhalen uit de zwarte geschiedenis, maar ook uit de hedendaagse gebeurtenissen, zeg maar, die hij op een bepaalde manier bij elkaar brengt. Ja, de muziek van Kanye West, daar heeft hij het op gemonteerd. Het is een kruising tussen collage, videocollage, videoclip bijna. Maar het is heel mooi hoe hij ritmisch ook speelt met dat gegeven. Ja. Dat vind ik heel knap. Het ontroerde mij en greep me aan. Had jij dezelfde ervaring? Zeker wel, ja. Waar ligt dat aan? Want op zich zijn het geen beelden die we niet kennen. Het zijn beelden die we kunnen kennen, misschien wel eerder gezien hebben. Rodney King kwam erin voor, of tenminste niet Rodney King zelf, maar de aanval op Reginald Denny, de witte vrachtwagenchauffeur die aangevallen werd door vier zwarte mannen onder andere. Waarom spreekt die context, die nieuwe context, ons zo aan als we die collage zien, als we het werk zien? Ja, wat je al zei, het zijn herkenbare beelden. Het zijn hele heftige, harde beelden. En, maar er komt ook natuurlijk ook muziek in voor. En muziek verzacht ook weer. Hè. Dus het is beide dingen spelen samen in het geheel. Ja. Dankjewel voor nu. Charles. Bell Hooks, schrijfster, sociaal activiste, die zegt dat in het context van het werk van Arthur Jaffa de volgende vragen relevant zijn. Ik heb ze net uit mijn hoofd geleerd, dus ik lees ze even voor. Who's looking? What do they see? And why do they see it that way? Dus wie kijkt er? Wat zien ze? En waarom zien ze dat op die manier? Als je inderdaad het hebt over Love is the message is death, of over The White Album, wat zie jij? Jemig. Waar wil je dat ik begin? Kun je concreter zijn? Nou, een beetje persoonlijke ervaring. Wat zie je? Laten wat we ervaar beginnen je? Met de titel Love is the Message. Misschien ken je het lied, het nummer Love is the Message. Van de Isley Brothers? Nou, dat weet ik niet of het van de Isley Brothers komt. Maar Love is the Message is
een muziekstuk wat ook heel veel gebruikt wordt in het vogen, wat eigenlijk aan de basis staat van voging. The message is dead. Ja, wat kan ik zeggen? Ik ben ontroerd. Ik kan eigenlijk niet zo heel goed op antwoorden op niet concrete vragen. Nou ja, wat ontroert je? De beweging in deze video, heel specifiek. De beweging, het ritmische van de lichamen. Mm-hmm. Ja. Het ritmische van de lichamen in vormen van extase, vormen van geweld, vormen van overgave. En hoe eigenlijk al deze ritmiciteit, hoe zeg je dat, bij elkaar wordt gebracht op een zodanige manier dat het lijkt in elkaar over te vloeien. Hmm. Waar het me aan doet denken, dat is die korte film toch? Ja, ja, ja. Ja precies. Waar het me aan moet denken is, zoals het gemonteerd is, is het klassieke beeld van de zwarte mens als zeer lichamelijk. Het racistische gedachtegoed dat de zwarte mens dichter bij de dieren staat. Mm-hmm. Zo is het gemonteerd. Maar wat je eigenlijk zegt is dat je bijna speelt, ik noemde net de herkenbaarheid van de beelden. Ja. Maar wat je nu zegt is eigenlijk een stapje verder. Het is een stereotypering die misschien bevestigd wordt. Ja, maar dat is weer wie kijkt, hè? Mm-hmm. Wie kijkt? Dus voor de ene, die ene zal dat zien, zal zijn gedachtebeeld daarin bevestigd zien. En wat ik zie is juist, zeg maar, absolute expressie. Mm-hmm. Expressie die gaat door het lichaam, het mm-hmm. lichamelijke. Ja. Wat eigenlijk iets is wat in de zwarte gemeenschap ontzettend gevierd wordt. De dans, de beweging, ja. Het elkaar bevragen, maar ook het elkaar ontmoeten. Ik ontmoette net mijn oom. En we konden elkaar niet omhelzen, maar we hebben wel de dans der omhelzing uitgevoerd. Wat is de dans zonder elkaar aan te raken. En ja. Dat is een zekere lichamelijkheid, dat is een zekere emotie die zich via het lichaam uit en niet door woorden. Nou, en hij speelt daarmee en dan hangt het er vanaf wie kijkt. Mm-hmm. Want ik kijk en ik zie eigenlijk de schoonheid en de kracht van het lichaam in zijn complete hoedanigheid. En een ander zal zijn stereotyperende ideeën die hij heeft over zwarte lichamelijkheid daarin zien. Ja. Even voor de mensen die dat niet weten, je oom is Glenn Helberg die daar zit. Dus waar wij meneer Helberg zeggen, mag je oom Glenn tegen Ome hem zeggen. Glenn, ja. Heel goed. Ome Glenn, hè? Ome niet Glenn. Ome Glenn. The White Album staat tegenover het werk Love is the Message. Ja. Vind je het van belang dat die twee kanten van diezelfde medaille te zien zijn? En wat zegt het ten opzichte van elkaar? Ja. Zullen we het hebben over wie kijkt? Mm-hmm. Ja, maar gewoon, ja. Als je twee werken hebt. Okay, laten we het hebben over jou. Als jij die twee werken kijk, ziet. Als ik kijk en ik kijk naar de White Album, dan zie ik, tenminste dit deel wat we dan gezien hebben, dan zie ik delen waarbij ik zoiets heb van, ik heb hier geen tijd voor. Je hebt geen tijd voor? Ja, houd toch op, gekkigheid. Zoals die ene dame die dan zegt, nee, die kijk. Zeggen dat je geen racist bent, dat is het nieuwe racisme. Hè? Mm-hmm. Je begint met te zeggen, ik ben geen racist. Mm-hmm. En iedereen die zegt, ik ben geen racist, dan komt er daarna altijd een maar. Mm-hmm. En we weten wat maar betekent. Maar betekent dat alles wat we daarvoor hebben gezegd niet waar is. Of tenminste in ieder geval minder waar is. Of een nuance behoeft. Nou. Dus die ene dame die heeft dan zoiets van, ja, totdat mijn 12e... zag ik geen kleur en weet ik het wat allemaal? Ja, nou ja, goed, whatever. Dat is een positie van privilege. Kijk, dat is ook waar de twee werken over gaan. Je zou kunnen zeggen, als je het chargeert, en het is natuurlijk veel genuanceerder dan dat love is the message is death, dat verbeeldt de zwarte identiteit, zwarte lichamelijkheid, zwarte lichamen. Je zou het nogmaals, als je het chargeert, zou kunnen zeggen. En The White Album vertrekt eigenlijk vanuit een wit perspectief. En daarin, voor de mensen die het niet gezien hebben, is inderdaad ook ruimte in. Nou, het vertrekt niet zozeer van een wit perspectief. Het vertrekt vanuit een zwarte visie op een wit perspectief. Ja, oké. En dat witte perspectief dat centraal staat in het werk is van belang. Vooral als je die twee werken tegenover elkaar zet. Ja. Raoul, wat gebeurt er met jou als je naar die twee werken kijkt? Ik denk waar Charles ook aan tipt over wie er kijkt. Want om even in te haken op wat je net zegt, het is een zwart perspectief op wit, maar dat betekent niet dat wit het zwarte perspectief op wit uit die film haalt.
Dus probeer dat nog eens even te verhelderen wat je zegt. Nou ja, het is als je het naar de lokaliteit hier vertaalt, is het zo dat de manier waarop wij politiegeweld, heel simpel, mm-hmm. echt BLM, politiegeweld, er zijn registraties in de jaren 70 van hoe de politie zich gedroeg. Zolang als mensen van kleur zich hier in Nederland bevinden, maken mensen die realiteit mee mm-hmm. en brengen dat over naar de rest van de maatschappij. Ja. Maar men wil daar niet naar luisteren, want dat is niet zijn perspectief. Nee, maar dat is niet zo. Als ik een agent tegenkom, dan gebeurt het en dat. Ja, maar we vertellen je al generatie op generatie op generatie dat het bij ons niet zo is. En ik denk dat dat een soort van feitelijke manier benaderen is van wat hij op een poëtische manier ook doet. En door heel veel beeld bij elkaar te combineren, is dat hij wel onze visie op wit, of witheid eigenlijk laat zien. Maar dat betekent niet dat witte mensen die witheid ook zo kunnen lezen. Omdat ze niet gewend zijn om dat zo te bestuderen. Omdat wit niet als standpunt, dat is ook wat hij zelf zegt inderdaad, wit als uitgangspunt wordt nooit bevraagd. Wit is een gegeven. En andere posities of andere perspectieven, bijvoorbeeld het zwarte perspectief, dat is wat uit vanuit een wit persoon wordt. Wit wordt constant bevraagd, maar niet door witte mensen. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad een heldere nuance is. Ja. Maar nogmaals, je hebt de vraag nog niet beantwoord in de zin van, wat gebeurt er met jou als je naar die twee werken kijkt? Ik vind het eerste werk vind ik in die zin zelf ook interessanter. Ik heb een beetje wat Charles ook heeft, dat ik zoiets heb van, I know this stuff. Dat heb je bij de White Album, denk je, dit ja, ken je. Ja, ik heb zoiets van, oké, ja, ik weet dit. En het is, ik bedoel, hij is een geweldige maker, dus er is ook respect voor de maker als maker. Maar ik mis eigenlijk dat andere werk van hem. Hoe heet het nou? Wat op die heartbeat loopt. Apex? Apex. Die had er nog even bij gemoeten. Ja, ik denk wel. Omschrijf het werk eens en nou, wat vind je Apex daar krachtig gaat aan? Veel dieper nog als Love is the Message. Mm-hmm. In op veel meer stereotype beelden en over zwart zijn. En niet alleen over lichamelijkheid. En wat hij daar nog veel nadrukkelijker, denk ik, doet, is graven in je, nou, wat Gloria Wekker ook het cultureel archief noemt van ons. Mm-hmm. Dat we weten dat er bepaalde beelden zijn die naar vooroordelen of naar popcultuur verwijzen. Maar we weten niet altijd te plaatsen wat dat ongemak is. En hij gooit dat heel mooi heen en weer. En dat gebeurt niet genoeg bij Love is the Message, vind je? Jawel, maar ook omdat het het heeft een andere trill. Omdat het die heartbeat heeft, trekt het je er op een ander emotioneel niveau zo in mee. Ja. Met deze films ben je, als je ze hebt gezien, ben je ook wel eventjes, denk ik, emotioneel overladen. Mm. Maar het vormt een andere spiegel nog, denk ik. Ja, ja. Ja. Nog steeds weet ik niet precies wat er met jou gebeurt. Dat heb je mooi ontweken. Nou, ik word er heel ongemakkelijk van dat we het hier nog steeds bezig zijn eigenlijk om ruimte te creëren. En ik denk dat de Afro-Amerikaanse beleving een hele andere is als, nou ja, hier aan tafel hebben wij zelfs niet eens een zwart-Nederlandse beleving, maar een Afro-Caribisch-Surinaamse ervaring van Nederland, wat ook binnen Nederland dan weer een aparte hoek is en ook geprivilegeerd, zou je kunnen zeggen, binnen de zwarte gemeenschap, omdat er meer openheid is of zo, ja, op een hele rare manier. Iris, denk je dat daar inderdaad wat Roel ook zegt, wat is het verschil tussen die Afro-Amerikaanse beleving van identiteit ten opzichte van misschien Afro-Surinaams of sowieso zwart zijn in Nederland? Is die lading hetzelfde of wat zijn de verschillen? De lading is zeker niet hetzelfde. Mm-hmm. Het is verschillend, ja. Ik bedoel, Afro-Amerikaanse geschiedenis, African-American geschiedenis, is een andere geschiedenis dan de Nederlandse geschiedenis, mm-hmm. Dan de Nederlands-Caribische geschiedenis. Ja. Dus in die zin is het, het is natuurlijk anders. Ja, als kunstenaar, hoe word je als kunstenaar gezien? Ben je kunstenaar op zich? Ben je zwarte kunstenaar? Wat is de perceptie van jouw werk en van jouw zijn bijna? Ik zie mezelf als kunstenaar. En ik ben een zwarte kunstenaar. Dat is zo. Ik bedoel, hetzelfde is dat je witte kunstenaars hebt, maar die zijn ook kunstenaar. Mm. Wat heel erg in mijn werk speelt, is dat ik natuurlijk mijn eigen belevingswereld meeneem in mijn kunst. Ja. Ja. Laten we, want je hebt werk meegenomen. Kunnen we even kijken inderdaad naar het werk dat je hebt meegebracht? Nu gooi ik eigenlijk het programma de volgorde om, maar ik vind het wel interessant om dat toch
te zien. Laten we even kijken of we daar naartoe kunnen gaan. Dit is je werk. Zou jij toe kunnen lichten wat je hebt meegenomen en waarom je het hebt meegenomen? Ja, ik heb dit werk meegenomen omdat er natuurlijk gevraagd was van kun je werk meenemen wat een beetje reflecteert op Arthur Jaffra. En dit werk heb ik getoond op de Biennale van Venetië in 2019. Je hebt het Nederlands paviljoen samen met Remy Jongeman ingericht. Klopt, ja. En dit werk, The New Utopia Begins Here, dat zijn zeven zwarte feministen die in hun schrijven, denken, daden, activisme ook wel, een soort, hoe moet ik het zeggen, voor mij dan iets nieuws naar voren hebben gebracht. Ja. Die wij ook in de toekomst zouden kunnen gebruiken, zeg maar. En zijn, deze vrouwen werden niet per se in hun tijd gezien. Het zijn niet bekende verhalen. Het zijn bijna allemaal generatiegenoten, geloof ik, toch? Begin van de 20e eeuw. Nee, het zijn verschillende vrouwen uit verschillende tijden. Mm-hmm. En op verschillende plekken ook geboren. Ja. En meestal wel met een wat Caribische achtergrond. En ik heb samen met Jessica de Abreu van de Black Archives onderzoek ook gedaan naar deze vrouwen. En bijvoorbeeld Hermine Huiswoud zit ertussen. Ja. En Bell Hooks. Ja. Claudia Jones. Om maar een paar vrouwen die niet bekend zijn, die belangrijk zijn geweest, die grote rol in het activisme hebben gespeeld. Die een toekomstvisie hebben uitgedragen. Ja. Die ook relevant is voor het nu. Ja. Toen jij en Remy werden geselecteerd om inderdaad de biennale in te richten, het Nederlands paviljoen in te richten, werd er echt een nadruk erop gelegd dat jullie zwarte kunstenaars zijn. Wat vond je daarvan? Ik zelf vond het heel vervelend, eerlijk gezegd. Ja. En waarom? Omdat ik gezien wil worden als kunstenaar. Maar je zegt net, die zwarte identiteit neem je met je mee. Dus als dat benoemd wordt, is dat niet meer dan logisch. Ook als ik naar deze werken kijk, laat ik advocaat van duivel spelen. Ja, maar ik bedoel, een witte kunstenaar wordt ook niet benoemd omdat hij wit is. Ja, maar zou je kunnen zeggen hij wordt geprezen om wat hij maakt. Zou je kunnen zeggen dat een vrouwelijke kunstenaar die vrouwen centraal stelt, dat ze dan een feministisch kunstenaar wordt genoemd? Of is het ook niet zo zwart-wit? In deze kader is zwart-wit misschien een interessante uitdrukking. Ja, ja. Nee, voor mij is het ook niet zo zwart-wit. Hmm. Nee. Charles, die Nederlands-zwarte identiteit of die Europese zwarte identiteit is ook iets dat in jouw werk terugkomt, toch? Mm-hmm. Waarom leg je daar, waarom besteed je daar op die manier aandacht aan? Waarom is het voor jou voor belangrijk? Kijk, we zijn er, je ziet ons zitten. We zijn hier met z'n vieren Nederlandse zwartheid aan het performen. Hè? Voor een witte crowd, om het zo maar te zeggen. Je ziet ons, alleen niemand kan ons benoemen. Is dat zo? Want je wordt benoemd als zwarte kunstenaar. Je zegt het zelf nu, wij zijn onze zwartheid aan het performen. We worden benoemd vanuit een perspectief wat niet per se past bij de manier waarop wij onszelf zien. Hoe zie jij jezelf? Dus als ik mezelf zie als Nederlandse, ik wilde zeggen jonge man, maar zo jong ben ik niet meer. Maar als je jezelf ziet als Nederlandse man, laat ik het anders zeggen. Ik heb neefjes die volgens de wet autochtoon zijn. Mm-hmm. Maar zodra ze de deur uitgaan, zijn ze dat niet. Mm. Dat is een probleem. Ja. Dus het is voor mijn taak om te duiden wat dat dan is. Wat zijn dan die zogenaamde voor de wet autochtonen, maar voor de publieke opinie allochtone jongeren? Mm-hmm. Wie zijn dat dan? Wie zijn die mensen? Wat doen ze? Mm-hmm. Het gaat om het verhaal erachter, voorbij het stereotype. Ja, want ik denk dat het belangrijk is dat wij onze eigen verhalen vertellen, zodat we ook weten wat we onze kinderen moeten vertellen. Ja. Als jij zegt, we zijn hier voor een witte crowd onze zwartheid aan het performen, dat brengt ook een zekere ongemakkelijkheid met zich mee. Of nou ja, het is onderdeel van mijn werk, denk ik, als kunstenaar en om hier te zitten. Maar met name ook om te duiden dat, ik heb begrepen dat de films van Arthur Jaffa in een zekere context hier in de Bali zijn gekomen. Mm-hmm. Ik snap dat ze hier te zien zijn, maar het is wel meteen problematisch, want het is eigenlijk een beetje, als ik het analyseer van buitenaf gezien, mm-hmm, een reden om het te hebben over Black Lives Matter zonder het bij naam te noemen. En waarom is dat problematisch? Dat is problematisch omdat ik denk dat de Bali als instituut
Toen ik tegen de mensen zei dat ik hier naartoe kwam, zeiden er heel veel zwarte kunstenaars en activisten dat ik dat niet moet doen. Omdat? Dat gaat even te ver, waarom het omdat. Maar waar het over gaat voor mij is dat ik denk dat juist hier op dit moment de Bali een standpunt had kunnen innemen met betrekking tot haar programmering. En welk standpunt zou dat moeten zijn? Nou, ik ben voor academische vrijheid, dus ik vind dat elke gedachte gepresenteerd moet worden aan het publiek. Mm-hmm. En dat elke gedachte ook, dat we dat moeten kunnen bediscussiëren. Mm-hmm. Maar ik denk dat een instituut daarin dan wel heel helder moet zeggen of ze er wel, dat ze niet achter alle standpunten staan die verkondigd worden tijdens hun avonden. Mm-hmm. Ja? Dus ik denk dat de Bali dit moment had kunnen aangrijpen om niet zozeer een steunbetuiging voor Black Lives Matter te doen. Hè? Mm-hmm. Maar misschien wel een standpunt in te nemen met betrekking tot haar programmering. Nu zit de directeur van de Bali toevallig hier in de zaal. Ik zit hier niet om met de directeur van de Bali. We laten het ook geen discussie, maar laten ik vind we het wel netjes. Laten we het geen discussie over, maar ik vind het wel inderdaad op zijn plaats om misschien een korte reactie te vragen van is dat statement er, wordt dat gebruikt? En als dat niet zo is, dan is dat ook prima. Ik wil niet dat het polemisch wordt hier aan tafel. Dat hoeft ook inderdaad niet. Ik wil gewoon zeggen dat ik denk dat, kijk, we kijken nu naar het werk van Arthur Jaffa. Ja. Er zijn kunstenaars in Nederland die werk maken met deze zeggingskracht. Mm-hmm. Er zijn kunstenaars uit het verleden en hedendaags die Nederlandse zwartheid of Nederlandse niet-witheid in de breedste zin van het woord hadden kunnen duiden in relatie tot het thema van Black Lives Matter, in mm-hmm. relatie tot de opstand die nu wereldwijd mm-hmm. plaatsvindt. Het is problematisch dat wij wederom het verhaal van Amerika zwarte moeten vertellen. Als in, kijk, daar is het veel erger dan hier. Als in, hier is het toch beter dan bij hun daar. Mm-hmm. En dat we niet adresseren de ongelijkheid die plaatsvindt in de kunstwereld in Nederland met betrekking tot kunstenaars, curatoren, onderzoekers met kleur. Ja, want daar is inderdaad veel over te doen. Er is binnen de kunstwereld veel het momentum is hier waarbij instellingen inderdaad aangeven dat er ruimte voor verandering is. Die ruimte wordt tegelijkertijd ook bevraagd. Is dat wat jij hier nu ook doet? Nou, het is niet zozeer een bevragen als wel een opmerken. Kijk, mm-hmm. we hebben zojuist het artikel gehad in de NRC. Fantastisch artikel. En dan zie ik echt het artikel over de museumdirecteur. Over de museumdirecteur. Over de musea. En dat is 2,6% van de hele beslissingsbevoegde afdelingen niet wit is. Ja. En dan krijg ik allerlei drogredenen, worden er, we kunnen ze niet vinden. Nou ja, goed, ik heb zoiets van, ik heb een PhD, niemand heeft mij gebeld. Ze zijn er niet, als ze er niet zijn, hebben ze niet de juiste diploma's. Het is onzin. Alle smoesen die er zijn, die worden uit de kast gehaald. Alle smoesen worden uit de kast gehaald. Ja. Dus ik heb zoiets van, kom op mensen. Maar je zegt eigenlijk de bereidwilligheid, er is nu aandacht voor. Er is een maatschappelijke beweging aan de gang wereldwijd. Er wordt over gesproken, maar er wordt niet aan gecommitteerd. En wat zou er moeten gebeuren? People need to commit. En hoe uiten ze dat? Daar betaal je me niet genoeg voor om dat nu hier te vertellen. Nee, dat is te makkelijk. Nee. Moeten mensen ontslagen worden? Nee, er moeten zeker geen mensen ontslagen worden. Maar commitment is wat anders dan beleiden met de mond, hè? Ja, zeker. Maar daarom is het fijn om inderdaad een aantal stappen te begrijpen in ieder geval. Er moet ruimte gemaakt worden, in het artikel stond ook. Er is te weinig geld om te doen wat we moeten doen of om mensen op te leiden. Nogmaals, drogreden, ben ik met je eens. Ja. Dus we weten wat ze niet moeten doen. Wat moeten we wel doen? Dat is een ander gesprek waarvan ik niet denk dat we dat... Je kan niet van richting geven, toch? Ik blijf erbij, het is een ander gesprek. Het is een ander gesprek. Raoul, jij werkt, behalve dat je kunstenaar bent, werk je ook samen met instellingen. Instellingen die je ook als witte instellingen zou benoemen. Gerenommeerde instellingen, zou je ook kunnen zeggen. Wat is jouw ervaring binnen die sector? Is er genoeg ruimte voor verandering? Is er genoeg ruimte? Nee, die ruimte is er altijd al geweest. Mm. Het is de wil, denk ik. De wil? Ja, de wil. Nou ja, kijk, als je naar Jaffa's werk kijkt, het culturele archief waar hij uit diepte, ja, dat hadden we hier in Nederland al lang op onze eigen manier kunnen hebben. Ja. Wat Charles ook zegt over de kunstenaars die er zijn, de generatie kunstenaars of de generaties die er zijn. Venetië werd een rel omdat er een oudere Surinaamse kunstenaar bijgetrokken wordt. Maar er is geen notie en kennis in dit land opgebouwd binnen de kunstwereld van wat er aan kunstenaars die niet wit zijn, allemaal is gebeurd, want het is nooit serieus genomen. Wiens verantwoordelijkheid zou dat moeten zijn om die kennis te laten zijn?
Moeten we dat aan de instelling overlaten? Moet er een nieuw kennisinstituut, moeten we het aan de Black Archives overlaten, die jij zo net ook noemde? Wie zou daar de verantwoordelijkheid in moeten nemen? Het is een joint effort, want er wordt gewoon een deel van het culturele kanon, wat er gewoon is, maar niet zo wordt gezien, wordt al jarenlang niet op waarde geschat. Als we iemand die nog leeft, hè, laten we kunstenaars zien leven. Iemand is Felix de Rooij. Daar zie ik een aantal mensen wel knikken natuurlijk. Maar dat is een multimaker echt op zoveel vlakken, al zoveel decennia, die gewoon binnen de algemene notie van wat Nederlandse kunst is, absoluut niet serieus wordt genomen. Ja. Wat, veel instellingen hebben daar last van. Als je kijkt naar hoe kan je inspelen op de maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden. Inmiddels heeft Maurice Krul onderzocht dat in ieder geval de grote steden bestaan uit minderheden. Er is geen grote dominante groep procentueel gezien meer. Hij heeft ook onderzocht dat de minst geïntegreerde minderheid de witte autochtone Nederlander is. Omdat die nooit notie heeft genomen van andere culturen. Dit is inderdaad de situatie waar we nu inzitten. Het momentum is nu hier, ook met Black Lives Matter, om te zorgen dat er een verandering plaatsvindt. Hoe zorgen we dat over een jaar, als we hier weer aan tafel zitten, dat het niet is weggeëbd, dat er daadwerkelijk iets gebeurd is? Rijn Wolfs van het Stedelijk Museum heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de helft van zijn aankoopbudget besteed zal worden aan zwarte makers. Is dat genoeg? Is dat commitment? Nou ja, ik hoop dat het dan zwarte makers uit Nederland of in ieder geval het continent Europa zijn en niet Amerikaanse zwarte makers. Nee, ja, want die Nederlandse vertegenwoordiging, dat Nederlandse verhaal eigenlijk wat hier aan tafel gedeeld wordt, dat is ontzettend van belang. Arthur Jaffa zegt, je had Bell Hooks aan. Ik zat een paar weken geleden zat ik een gesprek tussen Arthur Jaffa en Bell Hooks te kijken, waarin hij zegt van dat het hem verbaast dat mensen geïnteresseerd zijn in zijn specificiteit. Wij lekken hier al jaren in interesse in onze eigen specificiteit. Ligt dat ook aan onszelf? Dat wij zelf ook als zwarte gemeenschap, als zwarte kunstgemeenschap, hebben genoeg interesse in onze eigen specificiteit en in onze eigen historie misschien? Als Caribische kunstenaars zijn we onderdeel van de Amerika's. We delen taal met alle Caribische eilanden, met de zuidelijke staten van de US. De voorbeeldmodellen die we hadden waren op tv, wat was het, de Fresh Prince, daarvoor de Huxtables. Ik bedoel, er is een natuurlijke uitwisseling over de Atlantic tussen zwarte gemeenschappen. Dus dat is niet zo gek. En daar wordt heel gek over gedaan, vaak vanuit witte cultuur. Terwijl als je naar witte cultuur kijkt, gebeurt daar precies hetzelfde. Maar we noemen het niet zo, want het is allemaal westers. Maar we zijn hier toch drowned in white series. Maar wat je eigenlijk zegt is, Friends of zo, welk referentiekader wordt er gebruikt binnen de kunst? Welk referentiekader wordt gebruikt en welk referentiekader wordt gewaardeerd? Zou je zeggen dat uit de populaire zwarte cultuur, waar kunstenaars zich door laten inspireren, niet genoeg waarde wordt gehecht of dat niet op waarde geschat als dat zich vertaalt in kunstwerken? En als je uit een witte kanon, vanuit een wit perspectief of referentiekader, als je daaruit put, wordt dat meer gewaardeerd? Begrijp ik goed, dat is wat je zegt? Nee, niet wat zeg je dan? Nee, ik zeg dat als je generatie na generatie kunstenaars van kleur, wat een hele rare term is, want dan zijn de witte mensen van niet kleur, of zo. Net zoals wereldmuziek en dan is westerse muziek van een andere planeet of zo, I don't know. Maar dat geeft aan hoe bizar het whiteness-kader en het eurocentrisme werkt. Ja. En terwijl we dus binnen de kunstwereld, want het gaat niet eens per se alleen over de kunstwereld, het gaat over de maatschappij breed. Waarom zijn we niet geïnteresseerd in onze specifieke samenstelling? En zijn we wel in die specifieke samenstelling in de VS zo geïnteresseerd? Ja. Weet je, dat geldt. Als je kijkt binnen Europa, wat ik heel interessant vind, we hebben gesprekken over Afropeanism. Wat is Afropean? En dan staat dat snel gelijk aan zwart. Terwijl als je naar de banlieue kijkt in Frankrijk, dan is dat Noord-Afrikaans en Zwart-Afrika. En dan heb je een heel ander kader. Stel je voor dat we hier ook in de kunstwereld een breder, nieuw, Afro-minded, dus de Cariben, de hele diaspora, maar die connectie weten te maken. Dan heb je toch een powerhouse. Moet een nieuw referentiekader gemaakt worden. Ik denk dat we de kans hebben om met z'n allen op de specifieke situatie die hier is, daarom trek ik Frankrijk er even bij, want Europa is toch closer. En de samenstelling in de steden hier in Nederland ook, ook qua kunstwereld. Daar is die samenstelling. Waarom zijn we niet geïnteresseerd in die samenstelling, die uitwisseling en de verhalen die die mensen hebben te vertellen? Wat Charles zegt over zijn neefje, sommige mensen worden derde, vierde generatie ondertussen. Iris, is dat ook iets wat jij herkent? Ja, zeker wel. Ja, ja, het is nog even terug over op dat Amerikaanse. Op zich denk ik dat het heel goed is om ook naar Amerika te kijken. Want door naar Amerika te kijken,
kun je ook je eigen fouten ontdekken, zeg maar. Mm. Hè? Dus het heeft ook wel een functie om naar Amerika te kijken. Ja. Ja. En ook te kijken hoe die kunstenaars het oppikken, wat ze doen, hoe ze het doen. Want dat is natuurlijk ook een leerschool voor ons. Ja. Nou, Anglo-Saxische discours, tenminste de theorie voor ons heeft gedaan. Ik hoorde van de week iemand op tv zeggen van, ja, het gesprek is geïmporteerd uit Amerika, vandaar dat het ook Engels is. En dat wij hier dus niet zo zijn. Hmm. Nou, wat ik leuk vond aan die uitspraak is dat Afro-Amerikaansheid en Black Britishness heeft ons theorie geleverd waar wij allemaal al zijn ingelezen. Wij zijn ingelezen, dus we zien elk trucje. Mm-hmm. Elk trucje welk witheid uit kan halen om zwartheid in een bepaald hokje te zetten of om de ervaring weg, snap je? Mm-hmm. Dus als je zegt over wit privilege, ik kende die term, wat is het, 10 jaar geleden al. Maar je ziet het gewoon werken, je ziet het gebeuren, fragiliteit. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar Jaffa mee speelt in die tweede film, The White Album. Mm-hmm. Het is gewoon die fragiliteit van witheid. Die totale fragiliteit wanneer het niet meer centraal wordt gesteld. Ja. Wanneer het ineens niet meer over witheid gaat. Mm-hmm. Nou ja, dit is. En wat ik denk dat het goed is voor zeker de mensen, de beleidsmakers in de kunstwereld, om op de hoogte te geraken van deze concepten en hoe het werkt. Zodat op het moment dat ze praten met kunstenaars en activisten die wel op de hoogte zijn van alle mechanismes, dat ze, hoe moet ik dat zeggen? Dat er een gelijkwaardig gesprek is. En dat er niet. Dat betekent wel dat je nog een barrière hebt te overwinnen. Want inderdaad, zelfreflectie wat betreft je eigen positie of eigen privilege is inderdaad ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de reacties naar aanleiding van de eerste protesten, geïnspireerd op Black Lives Matter, dan ging het over superspreading, ging het over de aantallen, ging het over had het door moeten gaan of niet, maar het ging nooit, pas na een aantal protesten, ging het over waarom stonden die mensen daar. Is dat een patroon dat vaak? Ja, maar dat is een patroon, hè? Het is gewoon deflecten. Mm-hmm. Hoe zeg je dat? Wat is het Nederlandse woord? Ontwijken. Dus we gaan het niet hebben over het racisme in Nederland, maar we gaan het ineens hebben over het feit dat die mensen allemaal bij elkaar zijn. De zorg had, iedereen moeilijk. Mm-hmm. Het is gewoon wegschuiven. En je ziet het constant. Ik had gisteren, zei iemand die ik ken, die zei, en Charles, hoe ervaar jij deze periode in Black Lives Matter? Nou. En ik mag hem wel, een hele sympathieke vent. Dus ik vertel hem een verhaal over aangehouden worden. En dan zegt hij, ja, ik werd ook aangehouden, want ik ging naar Duitsland en toen werd ik aangehouden en een Nederlands kenteken. En toen had ik zoiets van, kijk, zie je wat je hier doet? Ik vertel jou dat ik word aangehouden en jij vertelt mij nu dat jij ook werd aangehouden. En wat er dan gebeurt is dat je feitelijk zegt dat mijn verhaal waarschijnlijk niet op ras gebaseerd is, maar dat het een toevalligheid is. Waarmee je dus eigenlijk het verhaal dat ik je op dat moment vertel, kleiner maakt dan dat het is. Je stelt jezelf weer centraal. Ik denk dat heel veel mensen het verhaal herkennen. Sterker nog, ik herken ook precies wat je zegt. Ik denk dat er een andere groep mensen zegt, ja, maar we proberen iets te delen. Jij werd aangehouden en dat was een nare ervaring voor jou. Ja. Ik werd aangehouden, het was een nare ervaring voor mij. Ja. Waar zit de nuance? Ik snap de nuance, maar om het duidelijk te maken, waar zit de nuance? De nuance zit dat als jij als wit persoon aangehouden wordt omdat je vanuit Nederland naar Duitsland gaat in een auto en men vermoedt dat je drugs bij je hebt. Ja, hey, politie doet zijn werk. Het probleem is dat ik sowieso die grens niet over kan zonder überhaupt. Ik kan nooit die grens over en niet aangehouden worden. Mm. Dat is het verschil. Ja. En dit gaat over ook grote patronen gebaseerd op uiterlijk, waarbij die maatschappelijke ongelijkheid ingebakken is. Dus een aangehouden worden voor de kenteken van je auto of aangehouden worden omdat je zwart bent, zijn twee verschillende dingen. Ja, het kenteken van je auto kan je makkelijk verwisselen. Kan je verwisselen, maar je kleur kan je niet verwisselen. Ja. Het is wat het is. We hebben het natuurlijk over Arthur Jaffa en het werk dat jullie in relatie tot hem maken ook. Je hebt ook een werk meegenomen. Laten we daar naar kijken. Ja. Mag het licht uit dan in het centrum? Mag het centrale licht uit dan, alsjeblieft? Well, I know this. Anyone who's ever tried to live.
what did you say about somebody else? Anybody else? Reveals you. What I think of you as being is dictated by my own necessity, my own psychology, my own fear and desire. I'm not describing you when I talk about you. I'm describing me. Now here in this country we've got something called and in such terms I beg you to remark this in any other country in the world. I didn't invent that. White people invented it. I've always known, I had to know by the time I... Waarom heb je dit werk meegenomen? Misschien omdat het gelijk is met de titel. Dit werk heet Lobby Singi. Surinaams voor? Lobby Singi, Surinaams voor liefdeslied. En een liefdeslied, dat is een traditie dat mensen liefdesliederen aan elkaar opdragen. Mm-hmm. Tenminste, dan zing je, maar goed, dat is een heel ritueel hoort daarbij. Mm-hmm. En waarom wilde je dat vanavond hier laten zien? Ik wil mezelf absoluut niet in vergelijking stellen met Jaffa, maar ik heb dit werk in 2015 gemaakt. En ik heb het toen gemaakt omdat ik heel erg boos was. Omdat ik een ervaring had, de zoveelste ervaring in een queer gelegenheid, waarvan ik zoiets had van ik heb hier helemaal geen zin in. Dus wanneer je als lichaam wordt beschouwd en dat men dan denkt dat ze van alles kunnen doen. En wanneer je daar dan op reageert, dat dan tegen je gezegd wordt, maar dit is wel een nichtenclub, weet je wel waar je bent. En dat ik zoiets heb van, ik was al nicht toen jij nog bij je vader, toen je nog niet geboren was. Dus en op een gegeven moment ben je er klaar mee en dan zeg je, nu ben ik er klaar mee, ik ben zat. Dus ook de objectivering van het zwarte lichaam. Ja. En, maar tegelijkertijd gebruik je dus ook beelden, pornografische beelden, die eigenlijk de kern van objectivering. Ja, precies, omdat als je kijkt naar homoporno, en als je het dan hebt over interraciale homoporno, dan is het altijd de rol van de zwarte man bovenop en de witte man onderop, zeg maar. Dus een soort van het idee van de zwarte man als een stier die wel eventjes het zaakje komt dekken. Het is heel problematisch. Mm-hmm. Dus dit is ook echt een reactie op die problematische, hoe zeg je dat, visualisering van zwarte mannelijke seksualiteit. De manier waarop dat wordt ingebracht, de manier waarop dat wordt gezien als een gevaar, de manier waarop dat wordt gezien als een... Erotiserend natuurlijk ook. Ja, terwijl je denkt, ik ben een mens. Mm-hmm. Ik ben geen... whatever er in je hoofd afspeelt. Ja, ja. Ja. Dus. Hoe kijken jullie naar dit werk? Ik bedoel niet om te recenseren, maar dezelfde vraag van wat doet het jullie als jullie dit werk zien? Ik kende dit werk niet. Ik ken natuurlijk een ander werk van Charles. Dus, dit is overigens bijna nog nooit vertoond. Dit is een primeur, hè? Geloof ik. Ja, ja. Hoe ervaar ik dit werk? Mag ik er nog even over nadenken? Ja, dat mag zeker. Waarom? Ja. Nou, ik denk dat Charles heel goed laat zien, om even ook terug te grijpen waar we het net over hadden, van hoe wat jij zei over het Amerikaanse perspectief, Iris. Er is een manier, van in het geval van James Baldwin, die heel toepasbaar is ook op onze realiteit. Mm-hmm. En ik denk dat Charles dat heel goed ook hier laat zien. Dat is weer wie kijkt er? Die vraag waar je ook bij komt, van wie plaatst de bepalende blik? Ja. Nee, wat ik interessant vind... Hoe Charles in zijn werk omgaat met homoseksualiteit, zeg maar. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk iets wat heel erg taboe lijkt te zijn. En ik vind het juist heel, heel knap hoe hij dat op een bepaalde manier heel subtiel, maar ook heel hard tegelijk. Hè. Het heeft allerlei grenzen zitten erin.
ja, dat spreekt me heel erg aan het werk, ja, zeker. En wat mij opvalt, dat zowel in jouw werk als in dit werk wat je net hebt laten zien, is dat er een grote mate van intersectionaliteit in zit. Het gaat niet alleen over zwart zijn, bij jou gaat het over onbekende zwarte vrouwen die belangrijk zijn geweest op hun eigen domein. Bij jou gaat het over objectivering in combinatie met die zwarte identiteit. Die meerlagigheid, ook de tekst van James Baldwin die je daaraan toe hebt gevoegd. Er is een grote mate van meerlagigheid die je inderdaad, waar je bewust van bent als je dat ziet. En dat is bij Jaffa natuurlijk ook door het combineren van al die verschillende fragmenten die hij samenvoegt. Krijgt het een nieuwe context waardoor het opeens een nieuwe betekenis krijgt. Ja. En bij mij een nieuwe ontroering veroorzaakt. Ik wil zo direct het publiek de gelegenheid geven om vragen te stellen. Maar niet voordat we ook naar een werk van jou gaan kijken dat je hebt meegenomen. Quatta, als ik me niet vergis. Laten we daar naar gaan kijken. En misschien kan je daar een toelichting op geven. Ondertussen wordt het druk gezocht. Ja. Nee, dit was de vorige, toch? Ja, ja. Deze. Ja. Ja, Quatta is een performance geweest in Antwerpen voor een serie events genaamd Sokkel. Vorig jaar door de stad van Antwerpen in de publieke ruimte door collectief Fair Par georganiseerd. Dat is een combinatie van Belgische en Congolese filmmakers. En de vraag was eigenlijk aan alle kunstenaars, ook uit verschillende Europese landen, om te reageren op een kopie van een lege sokkel waar Leopold II op staat. Koning Leopold. Ik weet niet of hij er ondertussen nog steeds op staat. Maar. Die nu flink onder, waar flink veel discussie is over is, ja. Is op dit moment. Maar ja, dat is daar ook al een tijd gaande natuurlijk. Ja. Voor de mensen die Suriname een beetje kennen, zal Quatta klinken als wat het ook is. Namelijk een gebied en een voormalig cacaoplantage in Suriname. Voor de mensen die Vlaanderen een beetje kennen, weten dat elk kind, dit is de Belgische Nutella, zeg maar. Quatta. En zonder heel ver op die geschiedenis in te gaan, Quatta was een chocolademerk dat vlak na de afschaffing van de slavernij is opgericht in België. Tijd ook een Nederlands bedrijf geweest en zij haalden hun cacao aan het begin dus ook uit Suriname. Dit weten Belgen niet. Daarnaast is België onderdeel van Nederland geweest, dus wat mij betreft ook onderdeel en eigenaar van ons gezamenlijke koloniaal en slavernijverleden. En de aanleiding om hiermee mee te gaan spelen, als je de performance niet ziet, ik heb een paar Belgen een liedje in laten zingen op Yellow Submarine. Quatta is van ons. En dat was eigenlijk een reactie op wat er op Pukkelpop gebeurde 2 jaar geleden, waar Belgische witte jongeren begonnen te zongen, handjes kappen, de Congo is van ons, diamanten rapen, de Congo is van ons. Ja, want dat handjes kappen gebeurde in de Congo inderdaad. Ja. Ik denk dat we daar niet te veel over hoeven uit te leggen. Maar het werk gaat heel erg over dat spelen met wat is natiestaten en hoe komt dat koloniaal verleden nog steeds op je tafel terecht. Nou ja, en het speelt natuurlijk in op het thema dat nu ook speelt. Als je het hebt over een lege sokkel, inmiddels zijn er overal in Europa en in Amerika gevulde sokkels waarbij wordt bevraagd wat er getoond moet worden of de beelden moeten blijven staan. En onder flink gejuich is in Engeland inderdaad, zijn mensen van beelden van hun sokkels gehaald. Maar het gaat ook over een soort verering voor mij, zeg maar. Wat met dit soort consumptieproducten die zo in een cultuur zitten ook gebeurt. Je mag er net zo goed als aan zo'n beeld eigenlijk niet aan komen. Ja, ja. Want het heeft te maken weer met herinneringen, betekenis en culturele betekenis. Ja, dit is een equivalent van Zwarte Piet, denk ik. Ja, ja. Hoe staan jullie ten opzichte van de discussie die er nu is over de beelden, de representatie en de bijbehorende verhalen die bij de beelden en bij de personen horen? Is dat iets? Hoe sta je er tegenover? Als je de discussie ziet of hoort? Ja, nou, moeilijke vraag. Omdat het, hoe sta ik er tegenover? Het is, het lijkt me heel heftig inderdaad als je, het is heel heftig als je beelden tegenover je hebt staan, zeg maar, in je eigen stad. Die nogal confronterend kunnen zijn voor bepaalde mensen, zeg maar. Dus, wat moet ik daarop zeggen? Moet ze weg of moet ze niet weg? Simpel. Moet ze weg, moet ze niet weg? Zeker moeten ze voor een groot deel weg. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar goed, er zijn ook beelden die mogen blijven staan, vind ik. Dus ja,
Dat is weer een middenweg. Dat vind je een middenweg, ja. Ja. Nou ja, wat ik interessant vond, ik zag de burgemeester van Haarlem bij Opeen, die had het opeens over, kijk je met de bril van nu naar het verleden, kijk je met de bril van nu naar de geschiedenis, en hoe kan je dan met dat perspectief dat veroordelen of beoordelen? En als je dan kijkt naar J.P. Koem, dan blijft het nog zo, ook met de beelden van toen blijft het, dat hij op banda 30.000 mensen heeft laten vermoorden. Dus ik weet niet met welke bril je in welke tijd kijkt, maar dat lijkt me toch niet een perspectief dat ooit een beeld verdient, of vergis ik me daarin? Is dat een vraag? Ja, want ik kijk naar jou en ik ga met mijn stem omhoog. Dus ik poneer dat als een vraag. Misschien moet je alle verkeerde beelden bij elkaar in een parkje stoppen. In een park, het verkeerde beeldenpark. Ja, zoiets. Hoe sta jij daar? Ik denk dat... Gouden koetjes eromheen rijden. Ik denk dat als je ons alle drie het vraagt, dat je drie verschillende antwoorden krijgt. En zo divers is de zwarte gemeenschap. En het is allemaal niet één mening. Feiten zijn feiten. 30.000 doden is 30.000 doden. Eindstand. Ik vind het wonderbaarlijk dat we met z'n allen zo ontzettend trots zijn op de Gouden Eeuw. Kijk eens wat we allemaal geflikt hebben, zo'n klein land, en dat we toch zo groot geschopt hebben. Maar goed, we hebben wel een heel groot aandeel gehad ook in de slavenhandel. Weet je? Dat was part of die Gouden Eeuw situatie. Maar tegelijkertijd wordt ook gezegd, ja, maar de generatie nu heeft daar geen aandeel in gehad. Ja, maar als die generatie nu er geen aandeel in heeft gehad, waarom geniet die generatie nu dan nog wel van de voordelen die dat heeft opgeleverd? Leg me dat eens uit. Ja, maar goed, dat is een situatie waarin je geboren bent. Daar kunnen we niks meer aan doen. Daar ben je in geboren, maar het gaat uiteindelijk, denk ik, gaat het er toch om dat we het hele verhaal vertellen. Ja. Gewoon het hele ronde verhaal. Waarom lukt dat toch niet? Het is heel simpel. Wat de mensen willen, ik zag een heel mooi filmpje, ik weet niet of ik het gedeeld heb met jullie. Dan zegt die vrouw op het einde, you should be so lucky that all black people want is equality and not revenge. Ja? Ja. Snap je? En het gaat niet eens over equality. Ik denk dat het bij ons in, maar ik vond het in die Amerikaanse context heel heftig, omdat dat daar heel resoneert. Maar waar het denk ik heel veel toch om gaat bij ons is, dat mensen, iedereen wil gezien worden. Hè? Iedereen wil gezien worden voor wie ze zijn en voor welke bijdrage ze leveren aan de maatschappij. En dat er een warme relatie is met de maatschappij waar je in bevindt. Mensen willen gezien worden. Ja. Dat is het. Als iemand zegt, ja, maar dat was zo lang geleden. Ja, gast, tuurlijk was het lang geleden, maar effectief ben ik nu hier. Dus dat is wel de consequentie ervan. Dus het gaat eigenlijk, denk ik, als als het bestuur van het land het op zou kunnen brengen om de mensen te kunnen zien, dan zijn we al een heel eind. Als het bestuur van het land is, als het CBS, wanneer ze haar vragen stelt, wanneer ze haar definiëringen maakt, niet met die gekke onderscheidingen komt als allochtoon en autochtoon, hè? Want waarom Surinamers wel en Indo's niet? Waarom Antillianen die onderdeel zijn van het Rijk wel en Japanners niet? Leg me dat eens uit. Ik snap wel waar het vandaan komt. Ik snap de argumentatie, maar het is krom. Ja? Dus wat je ziet, mensen willen gewoon voor vol gezien worden als burgers. Dus je kunt wel wettelijk burger zijn, ja, zoals we allemaal zijn hier. En sommigen ook een heleboel niet, hè, want we hebben ook heel veel mensen die illegaal zijn. Maar ben je ook cultureel burger? En kun je in jouw culturele zijn en in het land als volwaardig worden aangezien? En daar is natuurlijk waar het op schort. Die hele beeldenstorm gaat erom dat mensen gezien willen worden. Mensen willen dat hun pijn erkend wordt binnen de context waar ze bestaan. Het kan niet zo zijn dat je zegt, dit kind heeft pijn, die gaan we, hoe zeg je dat, op schoot nemen en die krijgt een snoepje. En dat kind heeft pijn, maar dat doen we alsof we het niet zien. Zo werkt het niet. Nee. Alle kinderen willen evenveel aandacht en evenveel liefde en evenveel contact hebben met de ouders, de staat dus in dit geval, en met de andere kinderen. En als we dat nou met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, denk ik dat we echt al een enorme stap hebben gezet. Ik ben het met je eens. We gaan de laatste fase van het programma in. En ik wil daarbij de gelegenheid geven
om vragen te stellen. Zijn er vragen in jullie opgekomen waarvan je denkt, dat zou fijn zijn als het panel dat zou kunnen beantwoorden? Ik ben driftig rond aan het kijken. Steek je arm even omhoog, want dan kan er een microfoon. Ja. Wacht even, als je wacht even tot de microfoon bij is, dan hoort iedereen. De beelden die u ziet, de tekst is van James Baldwin. En James Baldwin is natuurlijk de grote denker. Ik heb de verbeelding dat ik in het lijntje James Baldwin, Edgar Cayce, Michael Tedja, en dan hoop ik dat ik ook nog iets eraan toe kan voegen. Dat is een beetje, dus je moet jezelf binnen een bepaald kader en binnen een bepaald narratief plaatsen. Dan hebben we ook nog dat de meeste van deze werken, zeg maar, de pornografische werken, die komen allemaal uit Amerikaanse studio's. Dus er zijn geen, tenminste althans niet naar mijn weten, en uiteraard kijk ik dat soort dingen niet, komen ze niet uit Nederlandse studio's. Wat er ook heel erg tussen zit, is opnames die ik heb gemaakt in Vaticaanstad. Opnames die ik heb gemaakt in de Gotthardtunnel. Ik heb ook de stem van Joep van het Hek zit er ook in, want je hoorde het niet goed. Dus er zitten heel ontzettend veel Nederlandse referenties in, maar ook heel best wel veel referenties van gewoon een burger die de wereld verkent. Dus allerlei plekken waar ik geweest ben, daar zitten ook filmpjes van erin. Dus het is een theoretisch kader van zeg maar Baldwin, Cayce, et cetera, waarin ik mezelf probeer te plaatsen en een gebrek aan beeld wat bijvoorbeeld ook in Nederland gemaakt is. En daarop aanvullend, is het zo dat James Baldwin daarin een interessante positie inneemt. Hij is natuurlijk geboren Amerikaan, heeft er lang gewoond, is uiteindelijk ook naar Europa, naar Frankrijk naar Europa, verhuisd. Parijs. En heeft ook zijn visie op Europa gegeven vanuit zijn identiteit, waardoor hij bijna cross-continentaal zijn visie heeft ontwikkeld over zwart zijn op beide continenten. Ja. En Baldwin was natuurlijk gewoon een god in zijn eigen recht. En wat het mooie was aan Baldwin is, omdat hij queer was. Kijk, als je zwart bent is één ding, maar als je zwart en queer bent, is het gewoon dubbel pech, om het zo maar te zeggen, in deze eurocentristische wereld. Hij is natuurlijk ook gevlucht, hè, vanuit Amerika naar Europa. Ja. Dus dan krijg je een outsidersblik, maar ook een outsiderblik, omdat je als je zwart en queer bent, ook je eigen gemeenschap heel kritisch moet bevragen. En dan zie je dus dat bepaalde mechanismes zich herhalen. Dus eigenlijk wat mensen aangedaan wordt, dat ze het dat ook weer doen naar anderen. Dus dat geeft je een soort van extra. Ik hoop dat de vraag beantwoord is. Is dat de vraag? Ja, goed. Andere mensen met andere vragen? Ja, daar. Hey, ik had een vraagje eigenlijk naar de aanleiding van de twee films die we nu hebben gezien en het gesprek van jullie. De brief die eigenlijk gisteren naar buiten kwam, die Jerry Afri heeft gekregen, waar eigenlijk pure haat in bedreigingen gericht naar hem zijn geuit. Daarnaast dus kunstenaars, ook zoals jullie in de films die we hebben gezien, om onze persoonlijke en ook de community de haat die wij ervaren, kunnen ervaren. In wat voor opzicht denken jullie dat instellingen de positie in moeten nemen om daar ook iets tegen te zeggen? Of communities, of kleine groepjes, of noem maar op. Wat vinden jullie daarvan? Even een korte toelichting inderdaad. Jerry Avrier van Kick Out Zwarte Piet heeft een vrij heftige brief ontvangen en heeft hij ook op social media gepubliceerd, waarbij hij en zijn familie bedreigd werden met de dood. En dat is ook doorgepost door andere kunstenaars onder andere. En de vraag is inderdaad, hoe reageren jullie onder andere hierop, maar ook op hoe zouden instellingen zich daartoe moeten verhouden? Nou ja, Jerry is een persoonlijke vriend van mij, dus wat dat betreft kunnen we het heel simpel. Oh, Jerry is een persoonlijke vriend van mij, dus wat dat betreft heel simpel. Als je vrienden bedreigd worden, daar word je niet vrolijk van. Het is ondertekend door Pegida Noord, nog een racistische club die zichzelf niet racistisch noemt. Het noemen racisme, zoals Charles zei. Maar met instellingen, ik denk dat we een beetje hebben genoemd wat Charles zei over die commitment, maar het is heel lastig. Ik denk dat als je als instelling bovenaan beseft dat er wat moet veranderen, dat je zelf de studie moet gaan doen en de context moet gaan begrijpen, maar dat je ook moet begrijpen
dat geldt ook voor je baliemedewerker en iedereen ertussenin. Mm-hmm. En dat je ook eens heel kritisch moet gaan kijken hoe eigenlijk je personeel met je schoonmaker omgaat, bijvoorbeeld, die ook meestal niet wit is. Mm-hmm. Ik denk dat de basis daar begint met de ontwikkeling rondom deze thema's voor iedereen in deze maatschappij die niet aan de receiving end of the stick zit. Mm-hmm. En dan moet je bereid zijn, denk ik, om open te zijn, op je bek te gaan, je excuses aan te bieden, dat allemaal nog een keer te doen. We hadden het net voor uitzending even over Witte de Wit. Ja. En dat Witte de Wit wel met die naamswijziging bezig was, maar nu die gevel is besmeurd. Maar er zit 3 jaar tussen. Waarom is er niet bij zo'n instituut, dit is gewoon de kunstzetter, een publiekelijk, open, transparant proces. Als mensen niet eens weten dat je er ondertussen mee bezig bent. Maar het is zo. Ja, maar ik wil daar wel even op reageren, want even hierop. Ik weet dat we het niet, waarom hebben we het over Witte de Wit? Maar er is een... Alleen de naam al misschien? Ja, nee, maar er is... Kijk, het ligt iets problematischer, denk ik. We hebben de neiging om die klus van de naamsverandering... Welke Nederlandse witte curator had die klus op zich willen nemen? Dus wat doen we? We halen een curator van buiten, ja, die eigenlijk de context eerst nog moet vatten, voordat ze eigenlijk überhaupt weten wat ze kunnen gaan doen. Dus ik wil het wel opnemen voor de curator. Het voelt denk ik te ver. Het voelt denk ik iets te ver. Maar dat is een andere discussie. Het voelt iets te ver om hier over witte de wit te hebben. Nee. Wat ik me wel voor kan stellen is waar jij zelf ook aan refereerde. Het gaat over commitment. Als je het commitment hebt om de naam te veranderen. Neem dan ook de verantwoordelijkheid om mensen te informeren dat er iets aan de gang is. Dan kan het tijd nemen die het heeft. Dat geldt wel voor andere instituten, denk ik. Als we het toch over instituten hebben, dan wil ik graag naar Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum, die hier is. Heeft zich vorig jaar als een van de weinige, of moet ik zeggen het enige instituut, uitgesproken tegen Zwarte Piet. Heeft daar ook een publiekelijk statement en stelling ingenomen. Maar nu de Black Lives Matter beweging begonnen is, hebben jullie je ook solidair verklaard met die Black Lives Matter beweging en hebben Farida Sedok, een kunstenaar, gevraagd om gelijk een poster te maken. Is dat het commitment wat hier aan tafel besproken wordt? En waar is dat commitment, waar is dat gegroeid? Hoe is dat ontstaan? Dat commitment is eigenlijk al eerder ontstaan. Dat commitment is ook aan het einde van het vorig jaar ontstaan, denk ik. Ik moet trouwens even corrigeren, want het statement ter ondersteuning van Kick-Out Zwarte Piet is eigenlijk ontstaan voordat ik directeur was in Stedelijk. Mm-hmm. Ik heb me daar wel aan gecommitteerd en ik heb me daar ook echt duidelijk aan gecommitteerd. En op dat moment zijn we ook andere dingen gaan vastleggen. We zijn andere doelen gaan vastleggen en die doelen hebben we vorige week ook naar buiten gebracht, dan word je natuurlijk van opportunisme beschuldigd. Kan ik ook wel iets in zien. Ik ben de laatste week veel bezig geweest om met mensen te praten, om te reflecteren van hoe moet je daar nou een omgang mee vinden en wat is commitment nou werkelijk? Ik denk dat wij ons willen committeren, alleen er moet nog meer gedeeld worden. En ik ben de laatste dagen steeds meer aan het uitkomen dat de enige manier om ons werkelijk te committeren ook een delen van verantwoordelijkheid is en een delen van commitment is. En ik begin langzaam te begrijpen dat het niet alleen kan zijn dat wij met een groot deel van mensen in onze organisatie, een heel groot deel van witte mensen in de organisatie, ons moeten gaan verantwoordelijk maken voor het... alleen maar door ons binnenhalen van kunstenaars van kleur en van werk van makers van kleur. Ik denk dat we daar naar een gedeelde verantwoordelijkheid moeten gaan. En ik wil die verantwoordelijkheid niet compleet afgeven, maar ik zoek naar een gedeelde verantwoordelijkheid. En hoe zou die vorm kunnen krijgen in de gedachteoefening waar je nu middenin zit? Hoe zou die vorm kunnen krijgen, die gedeelde verantwoordelijkheid? Nou, daar heb je ook mensen voor nodig. En daar heb je andere mensen voor nodig dan alleen maar de mensen die je op dit moment in de organisatie hebt. En dan heb je ook nog meer kleur in de organisatie en nog meer kleur in de organisatie op plekken nodig waar het er ook werkelijk toe doet. Iedereen doet er toe in een organisatie, maar de beslissingsbevoegdheid is over het algemeen nog steeds bij de witte museumsdirecteur, bij de witte conservatoren, bij de witte afdelingsleiders en daar moeten we wel iets aan gaan doen. En dan vraag je je af, hoe ga je dat doen? Precies. Ga je meer geld vragen? Nou, dat zit er niet in en daar ga ik ook niet om lopen zeuren. Dus je moet keuzes gaan maken. Je moet nu echt, dat is mij de laatste dagen duidelijk geworden, wij moeten als Stedelijk Museum keuzes maken. En alleen als we die keuzes maken, dan kunnen we ook
dan kunnen we ook dat debat op een andere manier ingaan. Kan je iets zeggen over de gecommitteerden daarin stappen? En kan je iets zeggen over de keuzes die je wil gaan maken? Nou, de keuzes die je wilt gaan maken is dat je ook leert te gaan delen. En dat je niet alleen maar met de traditionele staf uiteindelijk tot beslissingen komt. En dat je beslissingen op een gedeelde manier gaat nemen. En dat lijkt mij de enige mogelijkheid. En betekent dat op gelijk niveau andere mensen worden aangenomen? We zijn aan het kijken hoe we daarmee bezig gaan. We zijn aan het kijken hoe we nog meer op een andere manier met mensen kunnen werken. En die mensen ook duidelijk deelverantwoordelijkheid kunnen geven. Het blijft nog wat vaag. Het blijft wat vaag. We zijn er 2 dagen mee bezig om deze gedachten verder te ontwikkelen. Hè? Ja, ja. Dus je kan niet van vandaag of op morgen actie verwachten. Maar er gaat actie komen. En ik begrijp wat Charles Landvrucht ook gezegd heeft. En ik neem dat heel ernstig. Ik neem Welk dat aspect? Heel serieus. Hè? Welk aspect van wat Charles gezegd heeft? Hij heeft veel gezegd. Nou, er komt uit de teksten van Charles en ook uit de teksten van de anderen en van jullie aan tafel. En ook uit de teksten die de laatste dagen in verschillende open brieven in de richting van ons witte instellingen zijn gestuurd. En waar wij met name ook werden aangesproken. De brief van Vincent van Velzen is in eerste instantie een brief die gericht is aan het Stedelijk Museum. Daar gaan we heel serieus mee om op dit moment. En ik ben zelf al bezig geweest 2 dagen lang om een artikel te schrijven. En toen heb ik gisteren bedacht, nee, dat moet ik even nog niet publiceren. Daar moet ik even mee wachten. Ik moet eerst blijven luisteren, ik moet eerst gaan kijken. We moeten eerst die dingen tot ons nemen, reflecteren, met de organisatie daarover spreken. En dan moeten we die stappen gaan zetten. Dat was de kern. Maar als ik morgen die stap ga zetten, dan is het te snel om die stap te zetten. Als het te lang duurt, is het momentum verdwenen. Het gaat niet om het momentum, het gaat niet om opportunisme, heb ik juist geleerd. Nee, ja, ja, ja. Okay. Wat was de kern van de brief die je geschreven hebt? Wat was de belangrijkste gedachte? Nou, dat ging ook over dat delen. Maar hè, voordat je dat zwart op wit, om het maar even zo te zeggen, aan het papier gaat toevertrouwen, moet je inderdaad nog iets meer gedachten voor jezelf gevormd hebben, hoe je dat ook daadwerkelijk kunt realiseren. Okay, dankjewel voor nu. Ik zeg het niet zwart. Nee, nee. Laten we het hier ophouden. Ja, precies. En nog een afsluitende vraag en dan ronden wij hier aan tafel af. Als het mag, heb ik 1 correctie en 1 opmerking. De correctie is dat ik ben de voorzitterraad van commissarissen bij een van de grootste schoonmaakbedrijven in Nederland. Mm-hmm. Ik heb wel gekeken, gestudeerd, hoeveel zwarte schoonmakers zijn er ongeveer en hoe dat populatie eruit ziet. Zwarte schoonmakers maken ongeveer 7% van de totale schoonmaakpopulatie. En de rest? 45% Turks en Marokkaanse. Okay. Mm-hmm. En de rest zijn vooral Tokkies. Zijn het wat? Tokkies. Tokkies? Tokkies. Vanuit Enschede, vanuit... Tokkies? Ik weet niet of dat de juiste term is. Dat weet ik ook niet. Neem me niet kwalijk, alsjeblieft. Maar dat is de correctie. Dus ja, zwarten zijn niet in de schoonmaak. Nee, maar dat is wat ik bedoel ook over als we het over Afro-Nederlandsheid of Afro-Europeesheid hebben. Het verschil met de Verenigde Staten. Denk ik dat POC, BIPOC, people of color is een veel relevantere situatie voor in Nederland en Europa. Ik bedoelde niet specifiek alleen zwarte schoonmakers. Maar ik denk wel dat in veel... Ik heb zelf als schoonmaker ook gewerkt. En in hotels en in kantoren. En je merkt gewoon dat mensen neerkijken. En dat is toch anders voor witte mensen uit lagere sociale klassen die de andere helft ongeveer uitmaken. En ik wil toch even aanmerken dat wanneer iemand als ik bijvoorbeeld spreekt en ik heb het over zwart, of dan heb ik het dus ook over Marokkaans, ook over Turks, ook over Kaapverdisch. Ik heb het eigenlijk over gewoon de hele laag. Over niet-wit. Ja. Ja. Dus je hebt het ook over mij. Ja, ook. Ja. Maar nog steeds, de Turkse Marokkaanse en zwarte zijn in de minderheid. Dus het maakt het niet zo goed of zo, maar ik wil de evenheid beeld gecorrigeerd hebben. Het zegt niet zoveel. Een andere opmerking die ik wilde maken over, je meldde, je bent nooit gebeld. Ik sta al 20 jaar op de barricades voor meer vrouwen aan de top. Ik ben de eerste in Nederland die term überhaupt heeft gebruikt. En wat 1 ding dat ik heb geleerd. Er is heel veel behoefte aan erkenning, om te zijn en te mogen zijn.
en zitten in de besluitvormende organen is het cruciaalste moment. Dat is, daar gaat het om. Daar begin je mee. Voor zolang er aan de bovenkant niks verandert, verandert aan de onderkant ook niks. En wat ik heb geleerd is dat niet wachten tot erkenning. Eis je positie. Eis je plek. Niet wachten tot je te makkelijk. Wordt. Hoe eis je die positie op als de deuren gesloten blijven? Nou, ik kan daar heel veel over vertellen. Nou. Ik ben destijds begonnen met Woman Capital. 20 jaar geleden. En ik ben gewoon naar bedrijven gegaan om te eisen voor één commissariaat, één bestuurderschap. En ik ben begonnen om de vrouwen zichtbaar te maken. Dankjewel. Puur eisen. Ik wil daar even op reageren op het eisen. Ik begrijp de insteek helemaal. Maar ik wil er ook op attent maken dat heel veel, zwarte activisten, zwarte kunstenaars, zwarte intellectuelen ook geen zin hebben. Want er is niks zo erg als de enige zijn. Als jij de persoon bent, ja, maar als jij de persoon bent, zeg maar in een kunstinstelling of een kunsteducatie of whatever, en jij bent de enige persoon van kleur of de enige zwarte persoon daar, dat is de emotionele arbeid, de emotional labor die je moet verrichten om überhaupt je werk te kunnen doen, dat is zo immens dat ik denk dat er een hele generatie nu is die zoiets heeft van, laat die beker maar aan mij voorbij gaan. Sterker nog, laat die gifbeker maar aan mij voorbij gaan. Ik ga door met mijn leven. Dus wat je ziet, is dat er nu een ontzettend grote groep is. En daarom zeg ik altijd dat er in populaire cultuur meer gebeurt dan in de kunstwereld. In de kunstwereld lopen we hopeloos achter op de populaire cultuur. Maar wat je ziet is, al die jongeren, alles onder de 30, hebben zoiets van, weet je wat, we regelen onze eigen levens wel. En die beginnen de bedrijven, die beginnen de meest waanzinnige. En dat is ook wat u hier zegt, inderdaad. Ja. En het belangrijkste is, als je de enige bent in zo'n bedrijf, dan ben je de belichaming van het probleem. Er wordt ook gelijk naar jou gekeken, naar wat de oplossing betreft. We moeten in verband met de tijd gaan afronden. We hebben natuurlijk binnen een uur niet deze problematiek helemaal op kunnen lossen. Als we kijken naar de toekomst, over een jaar komen we hier weer bij elkaar. Dat is bij deze afgesproken. Wat zou je in de tussenliggende 12 maanden tussen nu en over een jaar instellingen, zoals bijvoorbeeld het stedelijk, maar ook meerdere instellingen die wel bereidwillig zijn, die nog niet weten hoe, die zich voor hebben genomen te luisteren. Wat zou je die instellingen meegeven? Welke stap is belangrijk dat ze die nemen tussen nu en volgend jaar als we hier weer zijn? Wie kan ik als eerste? Raoul. Het begint te stappen. Dat is een beetje wat ik bedoel met neem een stap, onderzoek iets, ga op je mail, doe iets fout. Bied excuses aan, wees er transparant over, doe de volgende stap. Mm-hmm. Ik denk dat we al jaren een soort van stilstaan en ons ook tegelijkertijd laten soort van gijzelen door de racistische en fascistische politieke partijen die er vanaf het midden naar rechts zijn de opvattingen over ons niet te harden. En dan heb ik het echt niet alleen over wat men in de extreemrechtse hoek vindt. Mm. Ja. Helder. Beginnen, gewoon beginnen. Ja, wat ik wel goed vind is, tenminste wat ik nu de laatste tijd in de krant gelezen heb, is dat, dat er nu wel stappen zijn ondernomen, onderzoeken zijn gedaan van hoeveel mensen van kleur zitten er nou, als we het nu over museums hebben, hoeveel mensen van kleur zitten er in musea's. Hè? Dan denk ik van, nou ja, in ieder geval is er een eerste stap genomen, zeg maar. En dan denk ik ook van, ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat we dat zien, dat zichtbaar is. En die zichtbaarheid die is belangrijk om volgende stappen te kunnen ondernemen. Ja. En hoe dat verder moet. Ik denk dat het, als er niet genoeg mensen in ons midden zijn, dan zou je het toch wel van buiten moeten nemen, denk ik, om snelle stappen te moeten ondernemen. Ik denk dat er genoeg mensen in ons midden zijn en het is te makkelijk altijd weer om iemand van buiten te halen om het werk te doen om onze problemen op te lossen. Ja. Je hebt mensen nodig die heel specifiek bewust zijn van de sociale context waar we ons in bevinden en die daar dus ook adequaat op kunnen reageren. Ja, maar ik denk dat je zowel mensen van buiten als van binnen moet hebben om gewoon samen, zeg maar, een bepaald soort energie
te bewerkstelligen in die kunstwereld. Heerlijk, we verstillen van mening. Nou ja, ik kan me voorstellen wat je zegt, is eigenlijk die meerstemmigheid, de ervaring van buiten, ja, gecombineerd met de ervaringen intern. Dat is belangrijk om met elkaar te combineren, om sowieso ook de volgende stap te kunnen maken. Nog een slotgedachte die je aan de instellingen tussen nu en 12 maanden mee wil geven? Gewoon, zoals Raoul zegt, beginnen te lopen. En als we het hebben over, maar dan gaan we in museology als vak, maar dat is weer een ander ding. Als je relevantie, het gaat over museums, eigenlijk hedendaagse kunstmuseums, struggelen of worstelen met relevant zijn, relevant blijven. En met name ook als we het hebben over toekomstbestendigheid, relevant zijn over 50 jaar. Mm-hmm. Dan kun je niet anders dan dat je nu begint te bewegen. Want anders worden het mogelijk fossielen van een tijd die al geweest is. En dat kan heel lastig worden. Dat zouden we moeten voorkomen. Met die standbeelden die er nu nog staan. Die ga ik even laten liggen. Ik dank jullie voor nu in ieder geval hartelijk voor jullie ideeën, voor jullie visies en voor jullie meningen. Dank. Dit gesprek is natuurlijk opgestart naar aanleiding van de twee werken van Arthur Jaffa die hier te zien zijn tot en met donderdag 25 juni. Dus zorg dat je erbij bent. Het zijn erg indrukwekkend en zeer de moeite waard. Nogmaals dank aan de gasten. Dank dat jullie hier waren en hopelijk tot een volgende keer. Jij bedankt. Jij bedankt. Ja, dank jullie alle vier heel, heel hartelijk voor het uitvoeren van deze dans. Eigenlijk ook wel een beetje rondom onderwerpen, rondom instellingen, rondom de Bali. Dank ook Charles voor het noemen van de Bali daarin. We nemen dat natuurlijk altijd zeer ter harte. Ik tracht dat al 9,5 jaar te doen. En we trachten ook zoveel mogelijk mensen te betrekken, standpunten te betrekken in onze programmering. De extra mile te lopen als je denkt dat mensen verder afstand hebben tot een podium dan anderen. En we zijn blij dat jullie deze dans gedaan hebben met ons en met het Stedelijk Museum en met de Hartwig Art Foundation. Hartelijk dank dat we dit hebben kunnen doen, dat jullie hier waren. Misschien inderdaad is het wel een afspraak om dat weer eens een keer te vervolgen over een tijd, bijvoorbeeld een jaar. Bijvoorbeeld. En in de tussentijd, onze beeldbepalerserie waar we ontzettend trots op zijn, in de herfst, hopelijk als hier meer dan 30 mensen mogen zijn en de corona verder zijn, hebben we met Charles Landvreugd en met Iris Kensmil een beeldbepaleravond, wat ons vlaggenschip serie is over beeldende kunst. Dus misschien dat in de tussentijd ook interessant is. Hartelijk dank nogmaals iedereen en vooral ook dank aan Marlijn Geurts en Jan de Mosselman die deze avond als redacteur van de Bali hebben vormgegeven. Dank.